meneer. Goedendag. Goedendag. Was je in slaap gevallen? Ja, ik lag te slapen hier. Het toch? Ik had een paar biertjes te veel op, maar. Ach jee. Oh, dan heb je de hoes wel uitgestaan. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Maar goed dat je me wakker maakte, hoor. Welkom bij aflevering 32 van Nicee. Ik heb hier vannacht op de bank geslapen. Toen heb ik gedroomd. En ik weet niet of het waar is, maar ik heb met de heer gesproken. En hij zei tegen mij, die neemt me geen neer omdat hij niet zo nuilig. Jullie promoveren toch, dan gaat het toch om. En hij had gelijk. Als we direct gepromoveerd zien, we maken ons nog druk. En ik ben ook weer blij dat Brokius weer thuis is. Sterk de man en tot gauw weer. Nou hoorde ik net dat die kinderen van die godenzonen, van die kaasdragers, het Alkmaar hebben verloren. Dat is nog spetjes kaas. Staan we weer bovenaan. We komen nog voor een keer van geluk onder de trein. Of is het nou tram? Ja, ik ben een beetje teleurgesteld. Ze namen ons mooi op de schub, die boeren. Waarom lukt het nog steeds niet om een fatsoenlijke wedstrijd te spelen en te winnen? Ik durf soms naar de wedstrijd niet naar huis toe. Dan blijf ik s'nachts in het Goffertperk slapen. Mijn wief vraagt altijd door de telefoon, hoe was het? Als ik dan de uitslag zeg, wordt ze kwaad. Dan krijg ik dus weer klappen. Daarom blijf ik maar hier. Smeren een beetje naar de knientjes kijken. Misschien zit er eentje bij voor de pauze. En de eieren die hak al. Je hakkenbaar is even goed zijn best. Handig doelpunt. Mooi gemak in de draai. Die Joris Dalle, die keept alleen voor goede doelen. Daarom liet hij de Graafschap scoren. Zou hij de keeper nog wel leuk vinden? Hij liep erbij als een keeper zonder kop. Hij kreeg nog een keepless van Gabe Babel. Dat is de keeper in Breda. Hij moet nog een beetje leren meevoetballen. Je houdt af en toe je hart vast bij hem, hoor. En die Bas Nijhuis, die liet helemaal veel toe. Dat staat hij onbekend. Hij had 3 keer gefloten in de wedstrijd. Toen we begonnen, in de rust en voor het einde. En het gekke was, hij wenste iedereen nog een fijne wedstrijd. Nou, leuk dat u er bent, dames en heren. Ja. En het is hartstikke leuk. We moeten beginnen. De kennis gaat nu wel. Ze bestaan 80 jaar. Die lui komen uit Lampengat. En onder ons gezegd, ik hoorde dat Frits Philips, heet die kerel zo, liever Nijmegen had gekozen om die lampen te maken. Begon bij de Splendor op de Sint-Annestraat. We hadden toen ook een elektricien. Het oudste beroep van de wereld. Toen de heer op de 7e dag het licht bracht, hadden wij de leidingen er al liggen. Als onze lampjes het doen en een beetje in ferm zien, dan gaan we Eindhoven vrijdag verlichten. Ze zullen weten dat we geweest zijn. We moeten het geloof in een overwinning de marine houden. Ik zei het tegen mijn zoon toen hij 12 jaar was. Vroeger was alles beter. Je ging met een briefje van 5 naar de winkel. Je kwam terug met een doos eieren, 1 kilo kaas, 5 kilo piepels, een fles melk en 1 kilo salami. En niet te vergeten riefkoekjes. En wat is er dan veranderd, zei mijn zoon. Tegenwoordig hangen er overal bewakingcamera's.